Hallo mensen, hartelijk welkom bij deze vrijdagochtend om 10 uur. Jullie kijken dit om 10 uur. Of misschien natuurlijk wel weer later. Toch? Als ze later dan 10 uur kijken, dan zien ze het weer. Ja, als ze later klikken, dan... Dan zie je het niet om 10 uur. Misschien zie je het wel over 10 uur dan. Nou, welkom bij deze video. We gaan weer even babbelen met jullie, net als vorige keer toen met de video op vakantie. En we hebben weer wat leuk nieuws voor jullie. En jullie zien het al een beetje aan me. Wat is er nieuw dan? Okay, people, let's go to work. Dat is een welkomstkreet. Okay. We hebben een paar dingetjes opgeschreven. Ja, dat doen we allemaal behind the scenes, mensen. Jullie zagen net gewoon behind the scenes materiaal. Nee, we gaan het hebben over vanavond. We gaan vanavond naar de film. Alweer. We hebben natuurlijk dan... Vanmiddag al, ja. Om 4 uur. We gaan naar een film die Rovi heel graag wil zien samen met mij. En het is meer een meidenfilm, maar volgens mij is het ook gewoon een jongensfilm. Ja, eigenlijk. Ja, het is gewoon... Ik denk dat het inderdaad meer voor meiden is, maar ook voor jongens. Het is The Fall Stars. The Fart. Lekker romantisch, zullen we naar een schip? The Fart in Our Stars. Zo, dat heeft iedereen duidelijk gehoord. The Fart in Our Stars. Nee. The Fart in Our Pants. Ja, die gaat over jou. Ja, die gaat echt niet gewoon. Nee, dat is een romantische film. En ik hoorde op internet dat het wel een young film is. Dat is ook wel een beetje algemeen bekend. Maar ik las ook op internet dat het een unieke young film is. Dus eigenlijk iets wat je nog niet hebt gezien in films. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja. Ik ook. En we gaan daarna naar een wat nog romantische film. Expendables 3. Heel romantisch. Nou, het is leuk, want ik heb 1 en 2 allebei in de bios gezien. Dus het is eigenlijk gewoon, je must see. En Roby heeft ze eigenlijk later pas gezien, want Roby is niet fan van het genre actie. Maar Expendables vind ik eigenlijk weer een wat stapje hoger qua spectaculaire actie. Dat je echt zoiets hebt als net als de eindscène bij Breaking Bad van... Oh, god! Weet je wel? Zoiets. Ik ben geprikt. Ik heb jeuk hier. Ja, ik ben ook helemaal... Ik hoor helemaal geen muggen, maar ik heb wel prikken. Nou, het meest irritant is als je in bed ligt en je hoort een mug bij je oor zoomen. Dat vind ik Ja, dat is vervelend. Meestal ga ik dan het zaklampje van mijn telefoon aandoen en dan ga ik kijken waar die zit. Ik ga erachteraan met mijn schoen, jongen. Met je schoen? Ja, ja, vorige keer ook zat er een spin ergens in de badkamer. Nee, op de trap. Op de trap. Nou, mijn schoen, mag ik je schoenen gebruiken? Ja hoor. Bam, bam! Ik dacht, volgens mij is die schoen eerder stuk hij dan die spin. Hij was zo groot. Ja, nou, hij was echt groot. Ja, maar mijn schoen was bijna kapot. Nou. Zo hard sloeg hij ermee. Het leek net of je hem met dood sloeg. Nee, nee, nee. Nou, Gio is ook weg. Hè? Ja. Gio is weg. Giovanni is in huis. Giovanni is naar Keulen, naar de Gamescom. Ja. Ik ben er niet bij, want ik ben op vakantie en bevalt me wel eigenlijk. Vakantie. Gisteren hebben we echt wat fantastisch gedaan. Ja, natuurlijk is dat voor jullie niet gisteren, maar voor ons wel. Want Gio is eigenlijk... het is vandaag woensdag? Of donderdag al? Woensdag. Woensdag, ja. En hij is dinsdag weggegaan. En hij is maandag gekomen. Ja, maandag gekomen. En toen zijn we naar Gulpen gegaan. Gelijk die dag al? Ja, Oh ja, hij kwam reizen naar ons, naar dit huis hier. Ja. En toen zijn we gelijk doorgegaan, helemaal, hoe lang zaten we in de bus? Een dik anderhalf uur, denk ik. Bijna anderhalf uur in de bus gezeten. Een uur en een kwartier of zoiets, hè? Ja. 20 minuten, zoiets, ja. Toen waren we pas in Gulpen. En toen begon het te regenen. Echt niet normaal. Echt niet normaal. Het begon, toen we al diepen naar de bus, 10 minuten lang moesten lopen, toen begon het elkaar te regenen. Ja. En toen zijn we daarna zijn we doorgelopen naar het zwembad. Ja. Zwembad in Gulpen. Ja, klopt. Dat heette... Mosaqua. 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 En daar zagen we, misschien kijkt diegene de video al, want hij heeft mij een Twitter bericht gestuurd, die heb ik geretweet. Er was een jongen en die keek naar me en die glimlachte. Ik glimlachte natuurlijk terug. Maar ik wist niet dat hij me kon van YouTube. Misschien was hij gewoon vriendelijk. En op een gegeven moment zagen wij hem in de Wildwaterrivier. Zagen we hem. Ja. En zei hij, hey Vincent. En toen wist ik al, dan wist ik al waar het schip gestrand was natuurlijk. En ik zei, hoe gaat het met je? Goed, we hebben eigenlijk heel kort gepraat. Het was weer een beetje een ongemakkelijke situatie. Want ja, je zit in de stroomversnelling. En je hebt zoiets van, we moeten gaan. Nou, was wel een fantastisch zwembad. Echt leuk. Echt heel gaaf. De glijbaan was in het begin...
ik ging niet zo snel, ik had niet zo snelle vaart in het begin. Nee. Waardoor heel die rit gewoon heel langzaam was. Ik denk, wat is dit nou? Is dit een bejaardenglijbaan? Dat was echt zo. Ik was echt... En toen op een gegeven moment, toen we de tweede keer gingen, want de wachtrij was echt heel lang. We stonden bijna 10 minuten te wachten eigenlijk. Toen zette ik een keiharde vaart en toen ging ik ook bijna weer over de kop. Net als hier in Brunsum, waar ik ook een aantal keer bijna gewoon eigenlijk over de kop ging. En ja, dat was best wel gaaf. En die wildwaterbaan, of wat was het? Ja, het was een stroom... Een soort van, ja, stroomversnelling glijbaan al. Ja, zoiets, ja. Het waren zeg maar drie kleine glijbanen in een parcours. En dat was een stroomversnelling en dat was een heel apart. Het was een hele leuke layout, om het zo te noemen. Het was ook een hele sterke stroming, echt waar. Echt niet normaal. Als je gewoon één verkeerde beweging maakte, dan ging je al meteen weg. En dan moest je een nieuwe rondje doen. Ging Robbie vasthouden zo. En dan, toen gingen we samen zo, en toen duwde ik er weg op het laatst. En dan ging ik naar de rechterkant en dan moest zij weer een heel rondje. Moest ik weer opnieuw. Ja, dat moet je doen, een beetje sarren. Maar zij deed ook bij mij, hoor. Ja. Maar dat is gewoon leuk, weet je. Je hebt een beetje lol in het water en... Ik moet er alleen maar om lachen, want het was gewoon hartstikke gezellig. En Gio was er ook. En Gio ook. Ja, we hebben de familiebad gedaan met drie plaatsen. Dus voor ons drie konden we glijden. Oh ja. Dat was echt leuk. Dat was wel snel. Ja, dat was fantastisch. Heel kort. Wat zeg je? Heel kort. Ja. Heel korte glijbaan. Maar het zwembad was op zich, ik weet niet of het groter was dan Sittard. Ik geloof het wel. Ja. Maar in Sittard hebben we natuurlijk ook drie complete baden. Nee, in Brunsum. Oh, Brunsum. Maar in Gulpen had je ook wel een heel groot buitenbad. Het was te koud om te gaan zwemmen. Had je ook twee fantastische glijbanen. Die waren wel zoiets van, wauw, daar wil ik wel op. Maar het water was echt te koud. En Roby wou niet en Gio ook niet. En ik heb er geen zin om in mijn uppie in zo'n koud zwembad te gaan. Want ja, op zich wendt je lichaam er wel aan na een tijdje. Ja, maar... En dan is het juist heel fijn als je in dat warme water gaat terug. Nou, toen zijn we nog in de sauna geweest. Ja, Gio kreeg geen lucht meer. Die zat helemaal, oh, ik krijg benauwd, ik ga je weg. Ik dacht van, oh, ik schrok wel even. Ik dacht, oh shit, Gio. Ik vind dat ook niet lekker, nee. Het is me, er zitten mensen, kunnen daar best wel lang in zitten. Die vinden dat lekker, maar ik hou er ook niet van. Nee. Ik heb liever het water. Ja. Nou, het leuke is dat Robin komt hopelijk... Ben ik nog wel vergeten? Ik ben nog wel vergeten. Ja, ik heb een lijstje. Ik ben nog wel vergeten. Ik wou gelijk naar het volgende onderwerp, maar ik heb nog niks verklapt. Nee. Je ziet het al? Wij hebben geshopt bij de Primark. Ik ben eigenlijk voor het eerst geweest bij de Primark. Waar? In Eindhoven. Ja. Oké, moet ik dat even zeggen. Oké, waarom? Is dat Eindhoven speciaal dan? Nee, is gewoon leuk. Is gewoon leuk. Ja. Want er zijn niet zoveel Primark in Nederland. Ik geloof een stuk of 6 wat ik op de website zag. 6 of 7 of 8. Ik gok het even. Maar heb je... Niet zo heel veel. In Rotterdam, ja, ik kan ze niet tellen hoor. In Utrecht misschien. In Eindhoven? Amsterdam misschien? Misschien wel, ik denk het wel. Maar, en in België. Ja, ik zag een plek voor een stuk of 6, 7 of zo. Ja? Niet zoveel. Nee, niet zoveel. En het was, ja, ik ga het woord niet gebruiken, maar echt druk. Het was tyfus druk. Echt niet normaal. Het was echt... Het was een zooi. Het was ook een bende. Ja, maar dat is echt bij de Primark. Mensen die staan daar... Robby legt uit. Robby legt, ik ben er niet. Mensen dus die naar de legt Primark het gewoon uit aan jullie, pakken. Ja? Ja, maar Robby, jou kan uit. Mensen als je gewoon naar uitlegt... Mensen die naar de Primark gaan, die komen daar om openingstijd. Die gaan daar al staan om 9:30 of zo. En dan gaan ze naar binnen, rukken ze alles uit de rekken. Allemaal meteen naar de paskamers, allemaal passen. En dan gaan ze betalen en dan gaan ze weer. En dan laten ze zo'n enorme bende achter. En het is zo fucking, hoe zeg je dat? Het is zo'n rotzooi. Het is echt... Want dan moet je ook echt heel vroeg bij zijn, wil je goed kunnen shoppen daar. Ja, want alle kleding lag ook allemaal op door een elkaar. Hoop. Het was een hoopje. En als er dan een 2 euro of 3 euro hoekje. En dat is niet normaal, want je zag een hele leuke shirt. En meestal ligt dat gewoon opgestapeld. Maar dan rukken ze alles uit die dingen. En dan pleuren ze het op een hoop. En dan heb je echt op een gegeven moment zo'n berg met dingen. Ja, maar ik denk ook... Ook die mensen die daar werken, joh, die leggen het ook niet meer netjes neer. Nee. Maar die leggen het soms ook niet meer netjes neer, want het heeft geen nut. Die pleurt het er ook op. Ze vouwen het wel op, maar ze pleurt gewoon neer. Want ik denk dat het aan het eind van elke dag, dat het dan gewoon netjes wordt opgeruimd of zo. Want het kan gewoon niet anders. Nee, het is echt verschrikkelijk. Het is echt, maar wel een heel leuke winkel, want ik heb €84 uitgegeven aan kleding en een hele mooie, leuke, dure jas. En ik vond hem zo leuk. Jassen moet je gewoon zien. En als je dan verliefd wordt op zo'n jas, dan moet je hem eigenlijk gelijk kopen. Want dan weet je van, dan is er een soort klik. Weet je van, oh wauw, die jas wil ik. Dat heb ik met jassen heel erg.
Ik heb dat niet zozeer met t-shirts of broeken van, wow, die moet ik nu hebben. Ik denk meestal van, oh, die vind ik leuk. Maar bij jas heb ik zoiets van, wauw, die is fantastisch. Daar hou ik van. Ik hou ook een beetje van nette jassen. Dus een beetje, ja, met knoop of met iets anders, of met ritjes of zo. Maar niet zo'n Nike-jas of zo'n leren jack of zo. Vind ik allemaal niks. Het moet een beetje zo'n stof zijn. Nikkelsen met een bontkraag. Nou, ik vind het echt het lelijkste model. Sorry voor de mensen die van Nikkelsen nou over jas hebben. Echt niks persoonlijk. Maar ik vind wel persoonlijk dat het echt een lelijke vuilniszakjas is. Ik kan er niks van maken. Maar het is ook echt voor een bepaalde groep. Ja, het is mensen. Voor een bepaalde groep mensen, dat klopt. Ja, dat. En het beeld wordt zwart. Oh, daar zijn we weer. Hallo! Beeld wordt zwart. Schermbeveiliging. Nee, ja, inderdaad, dat zeg je mooi voor een aantal mensen die dan ook weer meestal een pet dragen en zo'n handtasje en zo. Een tasje. Ja, hoe noem je dat? Ik weet niet hoe je dat noemt. Ja, weet ik niet. Zo'n buideltasje. Dat kan een goed tasje. Een fanny pack, ja. Maar dan met Louis Vuitton erop en zo. En zo heb je ook alternatieven. Die hebben dan meestal handschoentjes aan. En die hebben de haar altijd in een scheiding. En die hebben dan een sjaal om met rode vakjes en zwarte vakjes. Of zo'n bandje. En die hebben ringetjes om met sieraden. En kleding in het zwart met rood. En nog meer groepen mensen. Wat hebben we nog meer? We hebben de gothics, die zijn dan helemaal zwart en make-up. Wat hebben we nog meer? De gewone mensen. Hopelijk zijn wij dat. De tutjes. De tuttenbelletjes. We moeten altijd een bloemetje hebben. De zwervers. Nou, de zwervers. Ik heb wel een mooi Nicky shirt. Ja, leuk. Die hebben we gekocht bij de Primarkt. Dat was 8 euro. Maar echt, er zaten soms kaartje prijzen bij. Van 8 euro of 10 euro. En dan ging je afrekenen. 2 euro, 3 euro. Zeg je maar 3 nee. euro. Ik heb maar je mond. Niks zeggen. Nee, gewoon oké. Okay. En ja, ik had nog een klein gesprekje met die verkoopster, die kassa-medewerkster. En dat was wel grappig. Ik zeg, ben ik als jongen veel gekocht? Hebben jullie wel eens meer ontvangen? Oh, ja, zeker wel. Ja. Jij bent hier niks bij. Ik dacht, oké. Okay. Dus mensen kopen serieus aan 200, 300 euro zeker. Daar bij de Primark. Heb ik ook gedaan. Heeft ze ook gedaan. Maar zij koopt heel veel kleding. Ik ben niet echt een kledingmens. Maar bijvoorbeeld zulke shirtjes. Ik heb een leuke pyjama gekocht van Marvel. Een heerlijke pyjama broek. Ik heb hem heel de avond gedragen. En hij zit echt adorable. En nog 2 lange t-shirts. Gewoon lekker makkelijk voor 2 euro. Mickey shirt. Wat heb ik nog meer? Een Marvel shirt. Dan die jas heb ik gekocht. Wat heb ik nog meer? Hallo? Oh, je zit na te denken? Ja, ik weet niet meer. Ik heb gewoon heel veel gekocht. Ja, heel veel. Hele tas zat vol mijn kleding. Heel de dag sjouw. Mijn handen waren rood van het sjouw van die tas. Die Primark's. Het ging keihard regenen, dus die Primark tas was helemaal nat geworden. Waardoor ook scheuren kwamen en mijn kleding bijna uit die tas gingen. Toen zijn we naar V&D gegaan en daar heb ik een nieuwe tas gevraagd. En toen heeft Roy iets gekocht bij V&D. Wat is het? Shut up, het is een knuffel. Van wat? Van de Aristokatten. Aristokatten? Ja. Zo shut up. Ah, leuk. Ja, ik vind het leuk. Nou, dat is een leuke. Roby zag hem liggen. En wat ik zei over die jas. Je moet, als je het ziet, je wordt verliefd, koop je het. En Roby zag dit knuffeltje in de schappen. En zegt, oh, die wil ik hebben. Hoe duur is die? Oh, 10 euro. Ja! Weet je, dat is echt leuk. Nou ja, Roby heeft dan ook een beertje van me gehad. Dus ze heeft genoeg knuffels. Je kan genoeg voelen als ik weg ben. Genoeg. Meer dan genoeg. Nou, en Gio heeft eigenlijk niks gekocht. Nee. Ja, zo'n sausbroodje met de V&D Laplace. En ik had een heerlijk stukje aardbeiengebak. En die vrouw had niet gerekend. Nee, ik had een bon van de Laplace. Dat ik een gratis broodje kreeg en een gratis beker jus de gage. Jus. Dus ik had een broodje en Vincent had ook een broodje. En hij had een koekje en hij had een aardbeiengebakje. Shush. En nog Fanta. En we gingen afrekenen en hij kijkt op de bon en 1 broodje was niet meegerekend. Shush. 1 broodje was niet meegerekend. Maar dat maakt niet uit. Het broodje was duur genoeg. Nee, dat maakt niet uit. Nee, ja, ik had zoiets van, we hadden best wel veel gekozen met z'n drieën.
Dus ik had zoiets van, dat broodje mag gewoon gratis bij op zich. Jij had veel gekozen. Jij had drie dingen. Ja, nou en? Het waren zulke kleine taartjes, zeg maar. Dus dat valt mee. Shot. Oké. Ja, het laatste dingetje wat we willen zeggen met jullie is dat we eigenlijk iets heel vets gaan doen. En dat moeten we eigenlijk keihard shout-outen naar mijn grote vriend die jullie kennen van video's. Jullie kennen hem van Pinkpop. Jullie kennen hem van het Efteling-tripje. Jullie kennen hem van Kokro, de koktypetje op mijn vlogkanaal. IJspret. IJspret. noem maar op, video's. Mijn grote vriend Robin. Ja. Die is er niet. Die is er niet. Nee. Maar die komt wel. Die komt helemaal vanaf waar ik woon. Komt hij helemaal met de auto hier naartoe. Ik denk 2,5 uur reizen. En dan wanneer wij hier aankomen. Wanneer hij hier aankomt. Gaan we dus naar een pretpark toe. Mogen we het zeggen? Nee, eigenlijk moeten we dat geheim houden. Vind je niet? Ja, oké. Okay. Maar als mensen mijn Instagram volgen. @davinstel. Zoek het even op. Of @xrowi? Xrowi, ja. Xrowi. Met drie E's. Met drie E's op het einde. Dus xrowi, E-E-E. Ga ons volgen alsjeblieft op Instagram. En er is een foto geplaatst van mij. Drie lagen. De ene laag zie je mij bij de Efteling staan. De tweede laag zie je van mij voor het Disney kasteel. En bij de derde laag is er een vraagteken. En wij hadden zoiets van, jullie moeten raden welk park wij naartoe gaan. Ik zal een heel kort kleine tip geven. Efteling Nederland. Disneyland Parijs. Of Frankrijk. Ja, welk land zou dat nou zijn? En nog een tip. Efteling is een wonderlijk park. Disney is een wonderlijk magisch park. En wat zou dat derde park zijn? Dat zou ook wonderlijk moeten zijn. Nou, jullie mogen het op zich wel raden in de comments. En als je het weet, leuk dat je het weet. We gaan gewoon nog lekker niks zeggen. Jullie moeten gewoon wachten totdat de video's onderin komen met Roby, Robin en Rovcent. Zijn we drietjes, toch? Ja. Ja. Dus het is hartstikke gezellig hier. Ik ben nog steeds op vakantie, Roby niet, want die is gewoon thuis. Maar we hebben wel al twee zwembaden bezocht. En we hebben iemand ontmoet, een kijker ontmoet die mij kon. En Gio is langs geweest, Robin gaat langskomen. Het is eigenlijk fantastisch dat al die mensen gewoon lekker gezellig komen buurten bij ons. Maar het weer moet goed worden. Het weer is echt shit. Het weer moet echt verbeteren. Het is zo jammer, want we wouden naar een strandje gaan en misschien leuke dingen doen. We wouden wandelen door de bossen. Zwemmen, buiten zwemmen hier in het zwembad. Het kan gewoon allemaal niet, want of het is te koud omdat het droog is, of het regent en het is koud. Ja. Dus ja, je hebt. En dan, toen hebben we de oplossing gevonden van, we gaan naar het zwembad. Ja. We hebben twee zwembaden gehad. En hopelijk als Robin meestemt. Ik ga nu op de WhatsApp lezen of hij het leuk vindt. Ik had voorgesteld om naar Duitsland te gaan. Leg uit, Roy. Ja, in Duitsland is een heel erg leuk zwembad ook weer. En dan heb je ook weer heel veel glijbanen met banden en waar je omhoog geschoten wordt. Je hebt een tsunami, zeg maar, waar een hele grote golf uit zo'n ding komt. En je hebt glijbanen en heel veel baden. Ik weet, van alles heb je daar. Ja, we zagen op foto's heel veel van die tulbanden. Tulband. Tulbanden. Nee, van die zwembanden. Volgens mij kan je die huren of daar kopen of zo. Nee, die kan je gewoon pakken. Oh, wat leuk joh. Of moet je van een kind stelen. Oh, wat leuk zeg. We gaan stelen van die rijke tatas. Nee. Stelen van die rijke tatas. Nee, hartstikke leuk toch? En ik ben heel benieuwd als Robin. Hij leek het wel leuk, wat ik net op de WhatsApp las. En daar gaan we dus een half uurtje van Roby's huis vandaan. Ligt. Aquana. Wat? Aquana. 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 Aquana, zo heet dat park. Ja. En inderdaad, had je zo'n tulband. En dan ging je erin zitten en dan werd je drie keer omhoog geschoten.
fantastisch. Leuk, echt leuk. Echt leuk. Nou, ik hoop, ik vind het lijkt me leuk als jullie deze hele video hebben afgekeken. Respect, want ik weet niet hoe lang we hebben opgenomen, maar redelijk lang. Laat zeker een like achter. En we gaan, we zijn ook aan het filmen tussendoor. We hebben allerlei dingen gefilmd. En daarom zeggen we, houdoe. Doei doei. Doei doeg. Rob is weer. Oh.